Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. En het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Minecraft Notch Survival. Een speciale aflevering. Er is iets gebeurd wat best wel incidenteel is en wat mainly ik en Jeyo niet hadden voorzien. Wij hebben namelijk een nieuwe onverwachte aanwinst in ons team genaamd Fendix. Fendix, hallo. Hallo? Ja, ik wil je in eerste instantie nogmaals mijn excuses aanbieden voor wat ik en Jeyo en jou hebben aangedaan toen we nog in een ander tijdperk zaten. Nee, Job, wat ik heb aangedaan, wat ik heb gedaan, oké? Wat ik heb gedaan. Oké, nou ja, sorry daarvoor, Fendix. En vandaag, jongens, gaan wij iets doen. Deze Jeyo, de ex-medewerker van The Shadows, en ik weet dat je niet graag zo genoemd wilt worden, Jeyo, maar je bent het nou eenmaal. Jij gaat ons, als het goed is, vandaag, als je het nog goed herinnert waar het is, maar ik geloof dat we in de buurt zijn, ga je ons brengen naar een zogeheten Tiki-kamp? Kun je even iets meer toelichting geven? Ja, het is... Nou, jullie weten natuurlijk, Fendix is superrijk, beroemd, whatever. Maar Fendix heeft natuurlijk ook onderdak nodig en een schuilplek voor alle mensen die hem, ja, het rotten willen toewensen. Dus dit was zijn schuilplek destijds. Oké. Okay. Waar niemand hem kon vinden toen hij met zijn zwarte zaken bezig was. Ik snap het. Voor jou, Fendix, de goede Fendix. Ik snap dat het heel raar is om te horen dat wij praten over een rijke, kwaadaardige Fendix met zwarte zaken. Maar dat ben jij in de toekomst als we jou niet hadden gered. Snap je dat? Ja. Oké. Het is echt heel lastig, Jeyo, om Fendix uit te leggen wat hij in de toekomst zou doen als wij er geen stokje voor steken. Job, we zijn er bijna, dus wil je doorlopen? Laten wij vooral doorlopen. Ik ben sowieso blij om te zien, Jeyo, dat nu de Shadows de wereld nog niet volledig hebben overgenomen, er gewoon dieren lopen en geen kannibalen die ons willen ontvoeren. Ja, ik zie het inderdaad. Kippen, schapen. Ik heb een eitje. Kijk, Fendix, mag ik je wat persoonlijks vragen? Ja, ja hoor. Ik heb natuurlijk in het verleden gezien dat jij nogal wat probleempjes had met jouw oom Helix. Maar mijn vraag was, wat is jouw familie? Ik heb alleen mijn oom nog. Ik weet of het echt een slimme zonde is. Fendix, wil je heel even hier blijven wachten? Ik heb nog een klein dingetje met Jeyo te bespreken voordat we verder kunnen. Jeyo, luister. Hij is al van de kaart af, man. Wat ga je nou over zijn familie beginnen? Nee, luister. Weet je waarom ik dat deed? Ik besef me zojuist iets, oké? Okay? We zijn weer in het heden van Notch Survival. Dat betekent dat Helix dood is. Ik heb Helix natuurlijk vermoord, maar Fendix weet dat niet. Ah, domme. En dat is dus, daarom vroeg ik het, dat is zijn enige familie. Moet ik het hem zeggen? Nee. Luister, als je dat vertelt, dan hebben we hem helemaal niet meer aan onze zijde. Okay. We vinden nog wel een manier, oké? Okay? Maar je beseft je wel dat als hij daar achter komt, dat hij waarschijnlijk ons niet meer zal helpen. Kijk, ik bedoel, ik weet dat hij Helix niet mag, maar het blijft zijn enige familielid die nu dood is door mij. Oké, je hebt gelijk. Fendix, ben je klaar voor om verder te gaan? Ja hoor. Sorry man, het is niet dat we niet vertrouwen, maar soms hebben we wat persoonlijke Zeg maar, het is voor ons heel lastig om mensen te vertrouwen in een wereld waar kwaadaardige, duistere demonen proberen de boel over te nemen. Daarnaast is onze beste vriend Thoran ook ontvoerd, dus dat is ook... Dat is ook... Ah, en perfect. Kijk eens aan. Zijn we er? Want ik heb het idee dat het hier veel meer dieren waren... Wow! Ja, Fendix, dit herinner jij natuurlijk niet, maar dit is jouw schuilplaats. Eén van de meerdere. Wauw, het is helemaal in de shadow form. Like, het is verwoest, er is lava, witherheads, vuur. Zijn dit de tiki-tenten waar de shadows onderdoken wanneer ze gezocht werden, Jeyo? Yes, en elke tent had zijn eigen bezienswaardigheden, als het ware. Dus eigenlijk heeft elke tent zijn eigen bewoner, zou je wel kunnen stellen. Ja. En sommigen hebben geen naam. Als ze geen naam hebben, betekent het dat diegene of weg is gegaan of helaas overleden is. Maar ik denk dat de kookpot nog aan is. Dus we kunnen zo meteen nog wat gaan eten als we willen. Fendix, kom eens even met mij mee. Kom eens even hier. Wil jij gewoon even hier op de uitkijk blijven staan misschien? Ja. Jeyo, loop met me mee. Kom. Oké, wat is er gozer? Oké, wacht, we moeten weg. Luister, deze tent zorgt ervoor dat hij hier niet ingaat, oké? Hij weet nu niet van wie die is, dus... kom trouwens nog eens mee. Wat? Wie is Kalix? Die naam heb ik, zoal ik denk jij ook niet, nooit horen vallen. Nee. Kalix? Nee. Wacht, blijf even hier staan en zorg ervoor dat Fendix niet naar een van de tenten toe loopt. Oké, ik loop naar hem toe. Oké, ga naar hem toe.
Wow, het is allemaal zo roze en girly. Potions en een soort van girly-like arrow met een roze banner. En dit huisje behoort tot Calyx. Dat klinkt bijna als een vrouwelijke naam. Ik bedoel, het zou wel een beetje afgeleid kunnen zijn van Kaylee. Net zoals Fendix afgeleid is van Felix. Dit is veel te mind-blowing voor mij. Ik laat het even voor wat het is. Dus elke keer slachtte jij dus een hoofd af en heb je... Kom eens even hier, Luister. Je hebt net zelf al aangegeven dat deze Fendix helemaal van de kaart is. Je moet onthouden dat dit niet de slechte Fendix is die wij kennen. Kom niet met bloederige onthoofdingsverhalen, oké? Okay? Oké, daar heb ik misschien een punt. Laat me dit even... Fendix, ik weet niet wat Jeon juist verteld hebt, maar je bent op dit moment een aardige jongen en daar gaat het om, oké? Okay? Stil, Jim. Je hebt genoeg gepraat. Het lijkt mij een verstandig idee, Fendix, dat jij een gedeelte van dit kamp gaat onderzoeken en dat ik en Jim dat doen. Vind je dat oké? Okay? Ja hoor. Doe jij deze grote tent hier maar, dan ga ik en Jim deze kant op, oké? Okay? En als er iets is, roep ons, ja? Ja, geel. Geef een geel als er wat is. Wij komen direct naar je toe, oké, okay, ja. Fendix? Okay. Is goed. Jeon, luister, dit is het huisje van Fendix, de duistere Fendix uit het heden. Laten we even... Oef, dit ziet er niet nice uit, wat is dit? Gozer, kijk dan, kijk zijn armor. Hij heeft een invisibility potion zelfs. Wat doet hij met onzichtbaarheid? Ik heb geen idee, dat zou eigenlijk maar zo kunnen betekenen dat hij hier ergens is. Oh, dat maakt me echt bang. Nou, Jeon, wat het ook is, laten we ons geen gekke idee in ons hoofd halen, dat kan onze dood worden. Je hebt gelijk. Fendix! Fendix! Snel, kom! Wat gebeurt er allemaal? Waar is de ingang? Oh, hier is de ingang. Fendix, wat is er met je aan de... Wacht! Jeon, ik zie Fendix twee keer! Nee, echt waar? Wacht, oké, wacht. Dit betekent, Jeon. Dit betekent dat één van deze twee Fendixen... De slechte Fendix is! De Fendix die de shadows en de wereld probeert over te nemen! Laten we ze vragen stellen! Er is maar één Fendix die antwoord kan geven op de vragen door middel van de dingen die wij hebben meegemaakt met de goede Fendix. Oké, wacht. Fendix, wanneer zijn wij de tijdmachine wezen bezoeken? Gisteren! Dat was gisteren! Huh? Jeon! Ze geven allebei het goede antwoord! Stel nog een vraag. Fendix, wanneer zijn wij dit kamp ingelopen? Wanneer? Welke dag? Vandaag. Ja, vandaag. Jeon, ze hebben weer allebei het goede antwoord. Dit is de echte Fendix. Jeon! Dit had onze dood kunnen worden. Wat als dat niet de echte Fendix was? Wat was dat de goede Fendix was? Dan had je de slechte Fendix de kans gegeven om ons te vermoorden, Jeon. Hoe wist je nou weer dat... De slechte was. Hoe wist je dat? Je had geen eens bewijs. Ik weet het niet. Maar... Oh my god, Jeon. Dit was niet slim. Dat snap je toch wel? Sorry. Wacht. Ik heb een boek gekregen. De slechte Fendix die zichzelf net veranderde in een vleermuis liet iets vallen toen die wegvloog. En in het boek staan... Er staan coördinaten in. X804 I87 Z-9... Jeon? Fendix, wat weet jij hiervan? Ah, verdomme, dat kan natuurlijk. Hij weet daar niets van. Luister, Fendix, dit komt misschien voor jou heel raar over, maar de slechte vorm van jou, die zeg maar in het heden leeft, als jij komt uit het verleden, heeft een boek gedropt met coördinaten. Heb je enig idee waarvan dat kan zijn? Nee. Daar was ik al bang voor. Luister, Jeon, kan het niet een plek zijn, een soort van faciliteit van de shadows of zo? Heb je enig idee waar deze coördinaten naartoe kunnen leiden? Nadenken. Het kan één van de honderden locaties zijn. Ze hebben zoveel faciliteiten. Ze hebben gevangenissen. Jeon? Wacht. Wat? Nee, hij is toch niet zo dom om er bij zich te houden, zo'n boek? Nou ja, hij moet zelf toch wel elke keer naar die gevangenen toe kunnen om ze überhaupt in leven te houden. Dus Light, Plankton, Tolgan. Misschien leiden deze coördinaten wel naar hun. Weet je zeker dat je het risico wilt nemen? We zijn al zo ver in de problemen. We hebben hier immers een freaking goede Fendix die zojuist oog in oog heeft gestaan met een slechte vorm van zichzelf. Hij is waarschijnlijk helemaal getraumatiseerd. Fendix, gaat het wel? Ja hoor. Oké, luister Jeon, we moeten doorlopen. We kunnen hier niet te lang blijven. En even tussen ons.
laten we dat hele Helix-verhaal nu echt niet aan hem vertellen. Kijk hoe gebroken die is. Oh mijn god. Jongens, let's go, kom.